Tot slot, een getuigenoproep. Op maandagavond 25 januari beroven twee mannen in Amersfoort een jongen van 17 van zijn telefoon. En dat gaat er niet bepaald zachtzinnig aan toe, Joost. Nee, dat klopt. De jongen van 17 die staat die avond op iemand te wachten op de Everard-Meisterweg in Amersfoort, ter hoogte van de ijssalon. En ja, uit het niets wordt de man dan vastgepakt en tegen de grond gewerkt. Ja, en dan krijgt hij van de tweede man een paar rake klappen in zijn gezicht. En dan pakken ze zijn telefoon af. Ja, maar die mannen willen meer. Ja, ze eisen meer spullen en ze slepen de man dan, of die jongen dan, eigenlijk in de richting van, van de Gerard Douwstraat. Mm-hmm. Maar dan komt er een auto aanrijden en dan gaan de twee er vandoor in de richting van de Leusterweg. Ja, enorm schrikken voor die jongen. Ondanks de schrik heeft hij wel signalementen door kunnen geven. Zeker. De eerste verdachte die heeft een donker getinte huid, is ongeveer 1,90 meter lang. Hij heeft een stevig postuur en droeg een zwarte jas van het merk Canada Goose. Hij had zwarte handschoenen en een zware stem en hij sprak met een Nederlands licht accent. En de tweede verdachte heeft een donker getinte huid, is 1,80 meter lang, droeg handschoenen en had zijn mond bedekt. De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien van de beroving en mishandeling op de Everard-Meisterweg rond 7:10 op maandagavond 25 januari? Of heeft u de daders vanuit de Gerard Douwstraat zien vluchten richting de Leuzerweg? Geef het door via de tiplijn. Weet u wie de gezochte mannen zijn? Bel dan zeker ook. Dat kan eventueel ook via Meld Misdaad Anoniem.